Jente Mertens, jullie speelden vanavond tegen een zeer sterke ploeg, hè? Ja, inderdaad. Dijssel kwam goed voor de dag, dus inderdaad, ja. Het was heel moeilijk en jullie kwamen snel 2-0 achter. Eerst na een doelpunt en dan een strafschopgoal. Ja, als je hier weet dat je 2-0 achterkomt dadelijk, dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden, hè. Maar ja, we hebben ons best gedaan vandaag. We hebben in de eerste helft niet kunnen scoren nog. Dan zijn we in de tweede helft proberen te drukken, waaronder ik zelf ook. En we zijn er dan deels in geslaagd om die 2-1 toch te kunnen maken. En dan denken, nu doorpressen, maar dan krijgen we de deksel op de neus met de 3-1 weer een stilstaande fase. Maar goed, ja, spijtig, maar c'est la vie. We zagen jou invallen, de tweede helft, en je speelde op het middenveld. Ik weet dat je bij de belofte daar veel gespeeld hebt, maar in de eerste elftal was dat toch wel een primeur voor jou? Ja, inderdaad. Dat is de eerste keer dat ik in het middenveld mag spelen in de eerste ploeg. Dat is mijn positie van nature uit, dus is niet nieuw voor mij natuurlijk, maar ja, was inderdaad de eerste keer. Ja. Was het dan toch even aanpassen? Op zich aanpassen de positie zelf niet, maar het tempo is natuurlijk in de eerste ploeg hoger. Hè, maar op zich aanpassen niet, nee. Ja, het is nu voorbij, hè, die bekercampagne. Zeer snel. Ja, inderdaad. Na de eerste ronde er al uit is nooit goed natuurlijk. Hè, maar we gaan ons nu vol focussen op het kampioenschap. En we kunnen dit nog rechtzetten door kampioen te spelen. Daar gaan we alles aan doen.